Hallo kijkers van Harme Frode en welkom bij weer deze gloednieuwe video. 2023 was het jaar van veel grote films. Bijvoorbeeld Oppenheimer en Barbie. Maar ook andere blockbusters zoals The Creator of Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Maar er waren ook een hoop slechte films in 2023. En dit is de top 10 slechtste films van 2023. Op 10 staat Aquaman and the Last Kingdom met Jason Momoa. De film was gewoon niet overtuigend en echt een van de slechtste dingen die het DC-universum in de afgelopen tijd gemaakt heeft. Het kon zoveel beter en ze hebben er gewoon weinig mee gedaan. Ze hebben geen verhaallijnen voorgezet uit Zack Snyder's Justice League en gewoon eigenlijk gewoon vergeten waar ze waren met Aquaman. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Op 9 staat de film Five Nights at Freddy's met Josh Hutcherson als Mike. De film was gemaakt op de hele bekende game Five Nights at Freddy's. En het volgt dat verhaal, maar het verhaal is verder niet sterk uitgewerkt. Het is een soort horrorfilm, maar dan ook weer niet helemaal horror, want ik kwam er levend uit. Daarin ook vond ik het verhaal, het plot uiteindelijk helemaal niet sterk of zo. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Op 8 staat, net als in de film, een Nederlandse musical film. Een musical film is altijd best wel een spannend genre om te maken. Ik vond Wonka heel goed dit jaar. Maar verder vond ik deze film gewoon niet heel sterk. Het heeft een best wel goede cast, maar het verhaal is te normaal om bedacht te zijn. En eigenlijk is het dan jammer dat het geen waar gebeurd verhaal was. Want dan was het waarschijnlijk een stuk meer convincing. Wil je ook beroemd worden? Roem is geen doel. Eerst vertel je je verhaal en komt de roem vanzelf. Op 7 staat de film Insidious The Red Door. Insidious The Red Door is een horrorfilm die ik heb gezien. Ik hou überhaupt niet van horror, dus ik ben daarin al een beetje bevooroordeeld. Maar ik vond ook het verhaal niet sterk. Ze proberen enge elementen toe te voegen en je telkens te laten schrikken. Maar doordat ze je zoveel willen laten schrikken, komt niet echt voor uit het verhaal waarom je eigenlijk zou moeten schrikken. En dat doet het verhaal gewoon heel erg tekort. Are you ready? We're ready to forget the further. Once and for all. Op 6 staat De Oneindige Slijmfilm, een Nederlandse film gemaakt door Nederlandse YouTubers. Ik vond hem best goed voor het lage budget waarvoor het gemaakt was, maar het is gewoon niet te vergelijken met internationale films. En het was ook gewoon niet een heel convincing verhaal. Het was alweer het vierde vervolg in de hele slijmfilmreeks. Dat had niet gehoeven. Overal ruzie. Yay! Op 5 staat de film No Hard Feelings met Jennifer Lawrence. De film hoort een soort romantische comedy te zijn, maar hij is niet vet grappig. Ook een beetje ongepast en niet, nou, heel bijzonder. Er is geen enkel punt waarop deze film uitblinkt. En daarom past hij heel goed in deze top 10 slechtste films. You have a Roadrunner tattoo covering your entire back. I don't think you should tell anybody what to do with their body. Op 4 staat Stars at Noon. Stars at Noon was een soort verhaal over een journaliste die in een oorlogsgebied zit. Maar het was niet spannend. Aan het eind van de film heb je nog steeds niet door waar het over ging. Er was eigenlijk niks overtuigends aan deze hele film. Het is ook helemaal geen film die ik me nu nog goed herinner of zo. Als ik lees dat ik dit heb gezien, denk ik, oh ja, dit heb ik gezien. Maar meer daarover weet ik ook niet echt. Een soort mislukte arthouse film. I'm here on a charitable cause. Please don't go into detail. Op 3 staat The Equalizer 3 met Denzel Washington. Denzel Washington is een hele goede acteur, maar in deze film is gewoon heel veel graphic violence. En daar is de film gewoon op gericht. Het verhaal is mokerdun. En het is verder ook niet bijzonder. Er zitten geen dingen in waarvan je denkt, ah, interessant. Het is gewoon actie voor heel veel tijd, geen humor. En dat vond ik jammer. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? Op 2 staat Bellinga Vakantie op Stelten. Ook een Nederlandse film gemaakt door Nederlandse YouTubers. Het jammer aan de film vond ik dat hij gewoon niet voelde alsof hij af was. Ze beginnen een paar plotlines in de film waar ze nooit meer op terugkomen. En toen dacht ik een beetje, oké, jammer. Maar ik vond het toch knap dat er zulke jonge mensen als Luan inspelen die een hoofdrol spelen. Dan denk ik toch van, nou, netjes gedaan. Leuk. Jullie durven gewoon niet te zeggen dat we deze zomer niet op vakantie gaan. En op 1, de allerslechtste film van 2023 was Transformers Rise of the Beasts. Het verhaal sloeg nergens op. Het was gewoon afschuwelijk. En
Ik vond niks aan deze hele film was goed. Het deugde niet, het klopte niet. De grote vijand van de film was veel te machtig om überhaupt verslagen te worden. En dan wordt hij toch uiteindelijk verslagen. Het heet Rise of the Beasts, maar de hele beasts die komen pas voor in de eerste 5 minuten en de laatste 5 minuten van de film. Dat vond ik gewoon echt vet jammer. Dat ik ook dacht van, huh, dit lijkt helemaal niet een film. We find this alone or we find it together? Together. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze top 10 van de slechtste bioscoopfilms uit 2023. Laat me zeker weten wat ik de volgende keer moet doen in een top 10. Ik ben heel erg benieuwd en dan zie ik jullie de volgende keer. Tot ziens, tot later.